Hier, Jan, die moet toch wel een beetje. Ja, kijk eens, jongens, dat gaat heerlijk, hè. Wauw. Ja, u kunt ook eigenaar worden van zo'n X-Bow. Hier hebben wij een jonge dame, een crossbow. Hier hebben wij een jonge dame staan, die weet er alles van. Dan ga ik eens even vragen wat hij dan ongeveer over moet maken op de rekening van KTM Malmö. En dan wordt hij denk ik thuis bezorgd met een strikje erom. Maar rij je wat kost die? Wow! Hey, zeg maar, die moet dan. Ja, die is niet van jullie. Die is niet van jullie. Wat kost die? Dat hangt van de versie af die je hebben wil. Je kan er van alles aan aanpassen en veranderen. Het stuur kan er wel of niet uit, zoals in de Formule 1. Wel of niet centrale vuurmotor, gaan ze maar door. Maar ik denk dat onze demo zo op de 74.000 euro zit. En dat is exclusief BPM. Dan heb je nog niet in Nederland op kenteken, of wel? Dat is volgens mij, maar pin me er niet op vast, de klantenprijs. Dat is de klantenprijs. Nou, 74.000 euro's en die verkopen van zo'n schitterende crossbow. Nou, ik denk dat Jan Lammers die dacht, ik zal maar eens even wachten, want die beloon is wel zo gek aan het doen. Ja, en dan, u ziet het, heel veel carbon aan die auto. Hij weegt bijna niets. Ik dacht zelfs dat er een Audi motor in lag in te rijden. Heb ik het dan goed? Een Audi motor ligt erin. Ja, maar het chassis en alles is gebouwd bij KTM. Oost. Kijk, nou, die verloon, ja, dat mag geld kosten vandaag. Wat kost een setje banden? Ja, veel te veel, zeggen ze al. Kijk, Jan maar eens rondzwieren. En dan komt Jan weer bij het roken gordijn terecht. Alweer, hier. Ja, die maakt er wel even een spektakel die van, hoor, met zijn linksbootje. Heeft al een klein beetje het gras om zijn proef. Ja, die mensen van de kaartbaan zijn er toch niet vandaag, hoop ik, Eddie, hè? Want die krijgen een hartelijk als ze morgen komen, hoor. Voor de fotografen, als u morgen een mooie opname wilt maken, dan moet u op tijd hier zijn, want dan kunt u Eddie Lennon zien met de Hunebergjas, met een harkje en een bezempje om de kaartbaan weer te herstellen. Ik weet niet hoe lang we verder moeten met de rest van het spel. Want dit, ja, dit is ook allemaal wel leuk, maar we hebben nog twee motorcross wedstrijden. Wow! Ja, dan zet je weer even het gas op, hoor, Jan. En ik moet nog even Olivier Lons hameren. Ja. Kijk eens, die haren mooi in de wind, hè, van Jan Lammers. De grijze lokken, mij hebben ze vanmorgen gewoon opgezet, want ik heb helemaal geen lokken meer. Hebben ze vanmorgen maar een paar op hun hoofd gezet. Maar bij Jan is het nog allemaal echt, hoor. En die is nog iets ouder dan ik. Nou, zou het niet zeggen, hè. Mij ook Abraham gezien. Kijk eens. En dan die glimlach, hè. Die man die zit te genieten, dat wil je niet te weten. Hier in die tweede, daar zie je niks van. Ja, ik denk dat die Erik van Oem, die zit ook een beetje met de tenen bij elkaar in dat dingetje. In de crossbow. Oh, Jan die pakt even de middel aan. ik heb geen zwart-wit geblokken vlak. Ik kon ze met mijn hoed aflagen. Ja. En we gaan naar de volgende show. Kijk, Jan die begrijpt dat. Een man van het circuit. Hier, de beide Eriken. Ook zij mogen hem hier parkeren of waar ze ook willen. Dat was hij, jongens. Waar moet je neerzetten, Eddy? Marije! Wow! Jongens! Ja, even wachten tot ze uitstappen, dan mag je applaudisseren. Oh. Wow. Ja, I'm okay. I hold me good fast. Ja. Vast zijn. Dit is kicken! Dit is lachen! Kicken, tjoepen! Zet je hem gewoon op het podium, hoor!
Niet normaal. Dit is Olivier Rotshammer. Oké, thank you, Olivier. Hij gaat zijn jas af. Jan, ik kan beter met jou mee rijden, hoor. Jongen.